Koningsweg in Westerland is een drukke, gevaarlijke weg en veel buurtbewoners voelen zich niet echt heel veilig hier. Nu heeft de gemeente er eindelijk iets aan gedaan, namelijk deze drempel. Het is zo laag dat je ziet eigenlijk niet eens dat het een drempel is. Ik weet niet eens wat ik ervan vinden moet. Ik zie dit ook niet als een oplossing. Dat is geen drempel. Een drempel moet je hoog maken, anders helpt het niet. Dit stelt allemaal niks voor. Dit hadden ze net zo goed kunnen laten. Nou, ik zag eigenlijk niet dat het een drempel was. Maar ik denk dat er nog streepjes op moeten komen of zo. Dus ik zou zeggen van verhoog hem en dan werkt het wel goed. Sinds een jaar zit de basisschool niet meer in Westerland zelf, maar in Hippolytushoef. Wat betekent dat veel kinderen langs dit gevaarlijke punt moeten fietsen. Ja, ze rijden super hard en dan heb je eindelijk, denken ze dan, maak ze een nieuwe drempel en dan is het eigenlijk gewoon geen drempel. Het is gewoon iets anders. Ze hebben die basisschool hier weggehaald. En wat dat er gaat, is het wel gevaarlijk, want er zijn nu heel veel kinderen die hier fietsen. Nou, ik doe hier zelf ook wel kranten, hier zo, deze wijk. En dat vind ik ook best wel, kijk, ik moet daar oversteken, die vrachtwagens, maar hier rijden heel veel vrachtwagens. Ja, dat is soms, die vrachtwagens zien je niet altijd. En soms heb ik het ook het idee dat ik zelf aangereden word. De gemeente Hollandskroon kan op dit moment geen reactie geven.